deze nieuwe video. Vandaag zit ik lekker in mijn kersttrui met mijn kerstboompje op de achtergrond met cadeautjes eronder. Want vandaag ga ik je wat tips geven en een beetje ja, laten helpen inspireren eigenlijk om je kerstcadeautjes zo leuk mogelijk in te pakken. Maar ook zo ja, origineel, maar ook simpel. En het zijn hele simpele dingetjes eigenlijk die je kan doen. En ik heb gewoon verschillende pakpapier dingetjes gebruikt, zoals deze. Bijvoorbeeld voor een boek. Heel simpel. Iedereen geeft wel eens een boek weg met kerst waarschijnlijk. En dit is gewoon de manier om hem in te pakken. En bijvoorbeeld ook dit soort cadeautjes met dat bruine pakpapier waar ik zelf gewoon echt verliefd op ben. Op die manier kan je zelf gewoon je kleurenaccent toevoegen door middel van lintjes of touwtjes of accentjes die je erbij toevoegt. En dat vind ik heel leuk. Op die manier met dit pakpapier kan je gewoon echt zelf helemaal kiezen welke kleuren je kiest als details en accessoires eigenlijk een beetje met lintjes en dergelijke. Ik hoop dat je deze video leuk gaat vinden. Ben je benieuwd hoe ik mijn kerstcadeautjes dit jaar inpak? Blijf dan vooral kijken. Het eerste cadeautje wat ik ga inpakken is een heel erg leuk cadeautje, namelijk een bruisbal. En dit heb ik eigenlijk een beetje nageaapt van Lush, want die hebben ook wel eens van die leuke sjaals en dingetjes waar je dus je bruisbal in kan inpakken. Heel erg leuk natuurlijk voor je moeder die wel een leuke sjaal kan gebruiken, samen met een bruisbal. Het enige wat je doet is gewoon hem eigenlijk vierkant maken, vouwen, ja, tenzij die natuurlijk al vierkant is. Dan leg je er twee knoopjes in en vervolgens leg je met de andere twee puntjes eigenlijk ook twee knopen. Super leuk, heel origineel en ook nog eens heel erg makkelijk, want je hebt twee cadeautjes in één. Je kan het natuurlijk nog even opvleuren met een leuk strikje. Ik vind deze heel erg leuk, passen in het kleurenpalet wat ik heb. Dus ja, dit past er wel leuk bij. Het volgende cadeautje is een boek. En dit is altijd wel eigenlijk het ja, beste voorbeeld om te laten zien hoe ik mijn cadeautjes nou eigenlijk inpak met inpakpapier. Eigenlijk is het heel simpel. Ik zorg dat ik genoeg papier heb om zeg maar de voor- en achterkant te bedekken. En mijn tip is om dit randje ja, te vouwen eigenlijk om het mooi af te werken. En dit zie je echt serieus. Dit is gewoon een heel veel mooier resultaat. There's a feeling I remember. De zijkanten kunnen wat lang zijn, dus die kan je afknippen. En het enige wat je dan eigenlijk moet doen is de onderkant, dus de lelijke kant, naar binnen vouwen. Samen met de hoekjes en dan vervolgens even puzzelen en meten om zeg maar die andere kant er ook nog in te plakken. Het kan soms lastig zijn. Ik vind het mooiste om hem aan de zijkant te plakken. Je kan hem ook gewoon lang laten en hem zeg maar aan de achterkant plakken. En dit is hoe ik een boek inpak. Ik wilde er nog even een versierseltje aan doen, dus ik heb gekozen voor dit leuke strikje wat een soort elastiekje is. Dat maakt het pakketje net even af. Dan het volgende inpakpapier waar ik echt dol op ben. Dat is namelijk dit bruine. Ik meet even zeg maar af hoeveel bakpapier ik nodig heb door hem zeg maar vier keer op te vouwen, op te schuiven. Vervolgens vouw ik weer een randje om en daarna plak ik hem dicht. En ik hou gewoon zo erg van dit inpakpapier, want het is heel erg basic. En je kan er daarna heel erg leuk allemaal accessoires en lintjes en dingetjes bij doen om het zeg maar helemaal af te maken. Ik plak de kanten dicht en zoals je net zag, als het ja, ene kantje dus te lang is, kan je die gewoon makkelijk afknippen. Dat vouw je allemaal uiteindelijk weer weg, dus de kniprandjes zie je daar dan niet. Nou, dit pakje is zo een beetje saai, maar met het hele leuke rood en witte lint kan ik natuurlijk heel erg leuk een strikje leggen. Dit is de manier hoe ik hem heel vaak doe. Ik vind het gewoon echt typisch een kerstcadeautje. Je kan hem dus net zo vaak strikken zoals je wilt. En zo heb je gewoon een lekker bont cadeautje. Ik hou ervan. Dit is ook een hele leuke manier en dit is eigenlijk wel mijn favoriet van deze video. Dit is wel een wat groot cadeautje en ook een behoorlijk duur cadeautje. Maar eigenlijk is hij leeg, want ik heb deze camera natuurlijk al. En als je het nou handig vindt met grote cadeaus om hem eerder dicht te plakken, dan kan dat natuurlijk gewoon. Want uiteindelijk vouw je er toch weer wat anders overheen. Vervolgens draai ik dit hele leuke goud met witte draad eigenlijk eromheen. En maak ik er nog een strikje in. Dit draad komt trouwens van de Action. En daarna zet ik dit leuke besje stakje erbij. En deze komt ook van de Action. Ja,
en dit is dus hoe ik het doe. Dit is hoe ik mijn kerstcadeautjes meestal inpak. Ik ben altijd wel echt iemand die gewoon heel erg het leuk vindt om te kijken naar het kleurenpalet, wat bij elkaar past. En ja, ik vind het altijd heel erg leuk staan als je cadeautjes hebt onder de boom. En het hoeft natuurlijk echt geen dure cadeaus te zijn of heel veel. Maar ik vind het dan altijd wel leuk om aandacht te besteden aan het uiterlijk van de cadeautjes. Vond je dit nou een leuke video en heeft het je geholpen? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. En deel deze video met iedereen die je kent die wel wat inpaktips nodig heeft of kan gebruiken. Want het is natuurlijk ook heel erg leuk om dit weg te geven. Maar als iemand anders jou cadeautje wil geven, is dat natuurlijk ook wel heel leuk om een mooi pakje te krijgen. Laat zeker ook even in de reacties achter wat jij altijd doet met je cadeautjes. Doe je er gewoon een pakpapiertje om en that's it? Of maak je er ook altijd een beetje, ja, toch wel iets speciaals van, net als ik? Ik ben heel benieuwd hoe jij het doet. Laat het zeker even weten in de reacties. Dan wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Ciao!